ben teruggekomen voor mijn stage naar Zeeuws-Vlaanderen en ben daarna eigenlijk nooit meer weggegaan. Hier is voor mij thuiskomen. Gewoon de rust, de vrijheid, ook tijdens corona. Iedereen zat in de stress en wij gingen gewoon lekker polderen met de hond. Maar eigenlijk niet opgesloten gevoeld. Ik ben geboren en getogen in Hoek, hier naast de deur. Ik ben 7 jaar weg geweest om te studeren na mijn middelbare school. En sinds 2016 ben ik weer woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben nu senior projectengineer bij Douw ter Neuzen. Sinds 2021 zijn we met een heel groot project bezig, dat heet Pad to Zero. Dat is om al onze installaties uiteindelijk CO2 neutraal te krijgen in 2050. In mijn vrije tijd, dus de avonden, dan zit ik vaak bij Bodyline in de sportschool. Gewoon even lekker tijd voor jezelf. Of gewoon gezellig een terrasje met vrienden. Je hebt hier genoeg in de buurt waar je gewoon lekker kan vertoeven. Wil je een keer een citytrip maken? Nou, je zit zo in Gent, je zit zo in Antwerpen. Ja, het meest belangrijke is toch de mensen. Alle familie, vrienden en ondertussen ook vrouw en kind zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is de belangrijkste reden. Ik zit op voetbal bij Ter Neuzense Boys en ik ben ondertussen ook begonnen met padellen bij TC Animo. De combinatie van wonen en werken in Zeeuws-Vlaanderen is echt super, omdat je dus aan de ene kant op een mondiaal niveau kan werken. Zoals bij een bedrijf als Douw zit je gewoon in het hoofdkantoor van heel Europa, Midden-Oosten, Afrika en India. Dus met alle nationaliteiten van de wereld zo'n beetje heb je te maken. Terwijl aan de andere kant kan je gewoon met je buurman bij wijze van spreken in het CEOS even discussiëren waarom je een bepaalde klep hebt besteld of een pomp. En dat gaat dan vol in het CEOS. En dan daarna moet je verder in het Engels, zeg maar. Ik heb een hele mooie baan gevonden bij Lef Marketing en Events, waarop we eigenlijk wereldwijd werken. Dus het kantoor is hier gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ik zit eigenlijk de helft van de tijd in het buitenland. En dan, ook dan kom ik weer gewoon lekker thuis in de rust hier in Zeeuws-Vlaanderen. Er is een Zeeuws-Vlaming die altijd zegt, the center of the world, en ik denk ook echt wel dat we daarin zitten.